In Nederland duurt het gemiddeld bijna 600 dagen voordat een nieuw medicijn de markt opkomt. 600 dagen. Enkele jaren geleden was dat nog 420 dagen. En in Duitsland is dat maar 30 dagen. Vorig jaar is er een motie van mij aangenomen met het verzoek om medicijnen qua doorlooptijd in de sluis te verkorten. Anderhalf jaar moeten wachten op een nieuw medicijn tegen bijvoorbeeld kanker, dat kan echt niet. Dat moet veel sneller. Maar tot nog toe zijn we daar weinig mee opgeschoten. Ik zet me in om de doorlooptijd van medicijnen veel korter te maken. Dat wilt u toch ook? Wij strijden hiervoor. Word daarom lid van Goud.